A bio-based economy is an economy that uses green materials also for non-food applications, such as in the chemical industry, fuels and energy. TKI BBE manages innovation throughout the entire biomass value chain, from field to end product, including the recycling of industrial and household waste flows. In Kirk, the Essent Energy Company is working on the phased transformation and expansion of a standalone bioenergy plant into a bio-based economy park. Deze biomassacentrale heeft 10 jaar lang optimaal duurzame houtchips omgezet in groene energie. Dat was destijds revolutionair, maar er is nu nog veel meer mogelijk. Om biomassa zo duurzaam en optimaal mogelijk in te zetten, willen we deze centrale onderdeel laten zijn van een bio-based economy park. Daarin werken verschillende sectoren samen om alle onderdelen uit lokale biogrondstoffen te benutten. Het meest innovatieve project binnen deze plannen is Mimosa, een bioraffinagetraject waarin wij intensief samenwerken met onze partners Agrifirm, Energy Valley en Wageningen Universiteit en Research Centrum. Bioraffinage is een proces waarbij we allerlei plantaardige en dierlijke producten uiteenrafelen met als doel om de inhoudstoffen die in de biomassa zitten op een zo economisch verantwoorde en ook duurzame manier te kunnen benutten. Het unieke van het Mimosa-project is dat we allerlei processen combineren. En uit die processen komen verschillende inhoudstoffen die ieder een andere toepassing krijgen. Naast de energie produceren we eiwitten voor bijvoorbeeld veevoer. En ook koolhydraten die we voor de productie van bioplastics kunnen gebruiken. Het streven is om over 3 jaar een demonstratieproject te presenteren. En ongeveer een jaar daarna moet het klaar zijn voor de eerste commerciële toepassing. Uiteindelijk worden alle natuurlijke grondstoffen optimaal ingezet. En zo ontstaat er een nieuwe economie die duurzaam is en economisch rendabel voor alle betrokken partijen.